Meneer Henk Webbing van de Modelbouwclub Almelo. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Wat is hier vandaag? Wat staat hier vandaag te doen? Nou, we hebben één keer in het jaar hebben we eigenlijk een demonstratiedag, hè, een vaardag. En dan nodigen we ook een groot aantal andere clubs uit. Zusterverenigingen noemen we dat. En daar komen we hier gezellig bij elkaar. Nieuwtjes uitwisselen, een beetje ahoer eigenlijk en zo en dat ook. Hè. En als het weer mee zit, dan gaan we varen. En hoe gaat dat nou eigenlijk met modelbouwen? Dat gaat via tekening? Ja, we hebben op onze club heeft een groot aantal tekeningen. En wij bouwen hoofdzakelijk vanaf tekeningen. Geen modelbouw, geen modeldozen, maar echt van tekeningen af. En dan de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers, die heeft ook een heel groot archief. Met duizenden tekeningen van boten, treinen, molens. Daar kun je zo gek uitdenken. En daar kun je tekening bestellen. En die word je naartoe gestuurd. En van daaruit kun je dan gaan bouwen eigenlijk. Dit zijn de resultaten van heel veel handwerk. Jullie bouwen eigenlijk van scratch eigenlijk. Hè? Hout overal, afvalhout. Het is hoofdzakelijk hout. Hè? We maken gewoon eerst een spantenplan. Dan bouw je de spanten op en die worden dan bekleed met lijntjes. En daar komt dan weer hars overheen. Ik koos je om water dicht te maken. Maar kijk, het mooie van deze hobby is, het kost weinig geld. En je kunt er echt je fantasie in doen. Hè? Je probeert alles zoveel mogelijk zelf te maken. Hè? De kunst is om een mooi bootje te bouwen wat nagenoeg geen geld kost. Maar ik wil nog even weten, waar bouwen jullie in de winter? We hebben een clubgebouw aan de Apollolaan, Enever. Daar zijn we elke donderdagavond van 6:30 tot 9:30. En daar hebben we allerlei machines. Van zaagmachines, schaafmachines, schuurmachines. Kun je ze goed uitdenken van, wij kunnen alles zelf maken. Als je daar lid van wil worden, want we kunnen nog een paar leden gebruiken. Die zijn van harte welkom. Moet wel vanaf 16 jaar. Donderdagavond in Enver. En hoe laat zijn jullie open dan? Van 7:30 tot 9:30. Het eerste uur, anderhalf uur, dan wordt er flink gebouwd, geschaafd, geschuurd en dat ook en zo. Nou, dan komt de koffie en dan gaan we aan de tafel zitten en dan wordt er gezellig een beetje gekletst. En we hebben echt een gezellige vereniging.